dames en heren, tof dat jullie hier weer zijn. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Deetje en wij hebben het nog maar net weer overleefd vannacht. Het was echt verschrikkelijk, niet normaal. Dankzij de ventilator, onze beste vriend, hebben wij toch nog een fijne nachtrust gehad. Ik vertrouw met de ventilator. Doe dat. Hallo en welkom bij Dierenambulance Enzo Knol. Je ziet hier een hommel, die zit al de hele tijd zo... Oh, holy shit, in één keer een vlieg. Ja, jouw vlieg vinden we niet leuk. Maar die hommel gaan we redden. Komt u maar. Komt u maar. Oh, dan moet ik een papiertje hebben. Oh, jij bent altijd zo lekker slim dat je dat nu pas bedenkt. Ja, ik kom er nog net bij. Oh yeah. Oké, schatje. Yeah. Let it go. Let it go. Let it go. I don't wanna see you anymore in the house. Freedom. Everything is about freedom. Everyone needs to be free. Weet je hoe ik deed aan de haak sloeg? Hey, mooie dame. Wauw. Dames en heren, welkom bij dit heerlijke ontbijt. Ik heb hier een ei en dit eitje is zo ongelooflijk zacht. Ik weet zeker dat als ik hem doorprik, dat al dat smurrie hier zo lekker over mijn broodje heen komt. Oh, nee, het komt eruit. Oh, nee. Oh, ik moet naar de wc. Oh, allemaal slijm, wel lekker. Wauw, take a look at these two beautiful broodjes. Er zit een laagje van smeerkaas op, kaas en eieren. En deze broodjes zijn echt goddelijk. Net als het lichaam van D. Heerlijk om zo wakker te worden met dit weer, zeg. En dan gaan we nu even naar het zwembad lopen. En er zijn al een paar kinderen in het zwembad aan het spelen. Vriendjes van Quinn die hier zijn blijven slapen. En we hebben natuurlijk de held Nick, die gisteren een prachtige duik deed in het water. En dan nu, maak je klaar voor de meest epische sprong. I believe I can fly. Hey Bumper, is er ook weer bij? Ja. En we gaan weer even lekker een duik nemen. Woe. Quinny boy! Woe. We hebben een dolfijn! Hoe moet je hierop zitten eigenlijk? Niet zo. Zo? Denk het. Probeer maar. Oké, daar gaan we! Heb je het nog op? Oeps. Zo. Morgen mooi weer. Ja, zeker. En dat wordt het ook. Wij gaan even heerlijk het dorp in, alvast het een en ander halen voor vakantie. Als je in een winkel bent, is het heerlijk. Want ze hebben hier airco, dus het is hier heel erg koud. Maar als we straks naar buiten gaan... Ik wens je heel veel succes. Uh-huh. Ik wens je heel veel succes. Oh, shit. Oh, dat is echt erg, hè? Shit, echt heel gek. Ja, die overgang, dat is niet normaal. En ik denk dat het heel erg herkenbaar is en dat jullie het ook wel hebben gehad. Dat je in zo'n winkel loopt en dan naar buiten gaat. Weet je wat en dan erg is? Gewoon een warm lucht gewoon. De supermarkt is altijd ijskoud. De supermarkt is altijd ijskoud. Dat is zo lekker. En dan kom je buiten en dan krijg je echt zo'n klap in je gezicht. Fireball. Yeah. Oh, lekker. Yo, vibe op de beat. Vibe op de beat. Ah, ik word irritant door het warme weer. Ga ik altijd vervelend doen. Yo, Deetje heeft nieuwe swag. Oh, nice. Wil je voor mij een glaasje water inschenken? Wow, dat is wel service hier. Oh, dat vind ik echt episch. Dat heb ik nog niet eerder gezien bij een winkel. Goed veel water drinken, dames en heren. Nogmaals, ik vind het echt super nice dat ik gewoon water heb nu. Oh. Ah, lekker. Kap nou. Jullie merken het waarschijnlijk wel, maar ik ben én irritant en daarnaast ben ik ook heel erg sloom en traag. Ja, maar kijk, weet je wat het erg is met dit weer? Is iedereen sloom en traag. Ja. En niemand zit dan te wachten op een irritante, veel te vrolijke Enzo. Dat is echt waar. Dank je. Doe alweer normaal. Dank je. Altijd als je in de winkel bent, even testen. Wow. Weet je, volgens mij werkt het. Ze zijn een soort van spul voor mijn haar aan het zoeken. Dat als je het inspuit, dat het niet echt eruit ziet alsof er gel in zit. Maar dat het een soort van beach look wordt. Weet je wel, dat je uit de zee komt. Een beetje een soort van een touwhaar. Ja, ik vind het wel leuk. Is wel leuk, hè? Ja. Yeah, Dave vindt me leuk.
Vinden jullie het ook? En je haar zit nu heel stom door je pet, omdat je natte haar... Ja, als ik mijn pet op heb, dan zit het een beetje raar. Ja, omdat je natte haar dan nog nat is. Heb je vinger in je kont gedaan? En zo. Grapje. Oh, ik heb zulke stomme grapjes. Nu is het al zo verschrikkelijk warm. En echt waar, deze keer kan je het niet ontkennen, maar je hebt een scheet gelaten. Oh, nee. Jawel. Je zegt ik ga nog één ding filmen, even lachen. Vind je dit niet grappig dan? Nou, valse beschuldigingen zijn nooit grappig. Ik was het. Wat er zo net gebeurde, echt super geniaal. We gingen iets halen bij een winkel en dat was €30,95. En toen zei die vrouw achter de kassa, heb je ook een voordeelkaart? En zei ik, ja, ik heb een voordeelkaart, dus ik gaf de voordeelkaart. Ging ze hem scannen, kreeg ik hem terug. En toen zei ze, dan wordt het €30,95 alsjeblieft. Toen zei ik, ik had toch een voordeelkaart? Ik had toch een voordeelkaart? En toen moest ze lachen en toen zei ik, nee, geintje. Maar dat is wel zo, ze vragen altijd een voordeelkaart. Dat komt omdat er kan iets tussen zitten wat in de actie is. Maar dat was deze keer helaas niet zo. Er bestaan echt enge poppen op de wereld, dat is niet normaal. We gaan weer onderweg naar huis, maar voordat we in de auto stappen, willen we nog eventjes iets zeggen. D, kom erbij. Dit is gewoon heel erg bijzonder. Ja, zeker groot nieuws. We hebben namelijk allebei een boek gekocht. Voor mij is het niet heel erg schokkend, maar voor jou is het best wel een primeur volgens mij. Ja, want dit is serieus letterlijk de allereerste keer van mijn leven dat ik gewoon een boek heb gekocht en dat ik het wilde lezen. Maar ook dat je gewoon, je vond het vet moeilijk om te kiezen. Er waren heel veel boeken die je leuk vond. Ja. Dus het is echt wel een soort van wonder. Ik weet wel waarom. We gaan namelijk dus op vakantie binnenkort weer. En ik weet gewoon, heel vaak ben ik gewoon aan het zonnen. Alleen als je dan aan het zonnen bent, dan zie ik heel vaak dat er mensen boeken aan het lezen zijn. En ik dacht, het lijkt me ook wel eens leuk. En toen ging ik eens kijken in de boekenwinkel. En toen zag ik gewoon verschrikkelijk veel boeken die ik gewoon leuk vond. En over welke genre heb ik het dan? Dan heb ik het over genre spanning. Daar staan heel veel boeken met bijvoorbeeld verhalen uit het leger of de beste sniper van Amerika. En zo'n boek heb ik ook gekocht. Het gaat over de beste sniper van Amerika, dat hij ooit op een gevaarlijke missie was. En dat vind ik wel heel erg interessant om te lezen. Dus Enzo Knol gaat gewoon een boek lezen als hij op vakantie gaat. Wow! We zijn eventjes met z'n allen hier druk aan het werk om alles weer mooi te krijgen van gisteren, van het feestje. Ik heb zo net eventjes hier het een en ander even lekker aangeveegd. Want gisteren waren ze nogal fanatiek aan het voetballen. Dus al die bladeren die kwamen in het water. En daarnaast, alles wat wij gisteren hebben gekocht is kapot gegaan. Oh nee, behalve de dolfijn. Ja, maar die hadden we niet opgeblazen. Dus die kon eigenlijk ook nog niet kapot. Precies. En deze is gewoon lek en er zit allemaal water in. Dus ja. Er zit wel een groot gat in dan als er zoveel water in is gekomen. Ja, gewoon lang onder water houden. Ik weet niet waar dat gat is. Ik heb geen flauw idee. Maakt ook niet zo heel veel uit. We maken wel lol zonder die dingen. En daarnaast hebben we wel iets heel cools gehad. En dat ligt hier. Yeah! Dit is super nice. Goed zo, de hey. Oh, kom, ja. Dat zwemmen. De Masia! Poef! Holy shit. Dat hebben wij goed gedaan. Dat is een van mijn favoriete scènes van een film. This is Spartacus! This is Sparta! Goed opletten, hè, Bumper. We zijn een team, weet je nog? Als ik hem gooi, vang jij hem. Goed zo! Hou je hem wel heel, schat? Hij kijkt me echt zo aan van mind your own business. Precies. Ik denk dat hij kapot gaat. Toilet? Ja. Zo goed. Ik moest te bekijken. Ik kan niet even mee. Ik had een pact gesloten met D. Ik zei tegen D, ga even mama halen. Ik wist dat ze daar intrapte. Want we zijn even een rondleiding aan het geven hier in het huis. En mama komt voorbij en ze trapte volledig in. Geweldig. Anyways, wat vind je van het huis, opa? Ja, ik vind het geweldig. Dit is echt een fantastisch sfeertje. Dit is de kamer van D. Schitterend. Dit is mooi. Mooi, hè? Ja, prachtig.
Ja, oh, heb je het nu tegen jezelf? Ja, je hebt het tegen jezelf, oma. Ja. Betrapt. Ik vind het schitterend. Nee, dit is echt hartstikke mooi. Dit heeft een bepaald sfeertje van vroeger. Ja, met die balken. Ja. Ja, ik vind het ook heel mooi. Het is echt super gezellig. Iedereen is weer lekker naar beneden gegaan. Deetje die heeft zich even omgekleed en is helemaal klaar om te gaan zwemmen. En ik ook. En Shen ook. En volgens mij gaat zelfs mijn moeder nog even de kracht erbij pakken om een duik te nemen. Want mijn moeder en Gert en Shen, die hebben Milan ongelooflijk hard geholpen met zijn verhuizing. Het is namelijk zo dat ik er nog niet ben geweest. Maar binnenkort neem ik jullie mee naar de nieuwe woning van Milan. En ik heb even gevraagd, maar het schijnt echt heel erg vet te zijn. Een heel erg gaaf appartementje. Dus ik heb er heel veel zin in. Over, even denken, 1, 2, 3 dagen ben ik het geloof ik. 3 of 4. Het is natuurlijk niet helemaal. Nee! Oh! Ik doe het niet. Nog een keer. Ja, doe maar. Zie je? Mag ik hem niet? Oh, die stiekeme D die pakte gewoon mijn camera. Anyway, zal ik eens een heel groot bommetje maken? Oké, komt ie, ja? 3, 2, 1. Knop! Ah, Bumpy. Deetje die is heel erg goed bezig met het toetje. We hebben net heerlijk gebarbecued. En dit ziet er toch wel echt prachtig uit hoor, Dee. Ja? Ja, dit heb je wel heel erg goed gedaan. Wil je mij helpen? Zeker. Vanmiddag al helemaal zelf gemaakt. Nu ook nog de laatste puntjes op de i gezet. En nu gaan we alles naar tafel brengen. En dan mogen we toch eten, dat is tekst. Ja. Kom, laten we het als eerste brengen naar opa en oma. Want ik weet zeker dat oma weer helemaal leuk gaat reageren. Ik volg jou. Ja. Koffie zetten. Oh! Dit is toch ongelooflijk. Ik zei nog in de keuken, ik weet zeker dat mijn oma leuk gaat reageren. En daar heb je het. En daar sta ik weer in de badkamer van Dee de vlog af te sluiten. Het was een super toffe dag. Het was heerlijk lekker warm. We hebben ervan genoten. Ze net nog een duik genomen in het zwembad. Mijn opa en oma en mijn moeder en Gert nog even een gedag gezegd. En natuurlijk Shanna. Het was super tof. Dus shout-out naar hun allemaal. Het was heel gezellig. Heel erg bedankt voor het kijken naar de vlog. Hopelijk vonden jullie hem allemaal heel erg tof. Vergeet er niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet even te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. En ik krijg bijna geen adem. Maar dikke, vette peace. Knol Power.